En daar jullie mensen van Dutch Gaming, elke bij een nieuwe video hier op dit kanaal. Voor dat was zeker niet dat het daar wilt klikken en dat was te abonneren van weer terug. Aangekomen bij de practice die we op een 1-12-6 rijden. Natuurlijk niet heel best. En dat werd namelijk nog een 1-12-0 en dat betekent dat wij 8e staan en dat gaat natuurlijk niet goed. Maar practice is natuurlijk nog maar, ja, niet goed, want kijk bijvoorbeeld bij 5, de Renault doet opeens goed, dat kan natuurlijk niet. Maar hier zijn we, staan we er wat beter voor in de kwalificatie, waar we Hamilton al zien rijden en wij naar P4 gaan. Nee, P3, want Max Verstappen, dat zie je straks, geeft een penalty. Daardoor kom ik op P3. Mensen, ik zie jullie bij de race. The grid is all set then for the race tomorrow. But before we go, let's quickly remind ourselves of our top three. Who are? I seem to enjoy that. You made it look easy. What was the secret of your qualifying pace? You didn't spend much time practicing. It's good to get the reliability issues out of the way in practice, isn't it? Great. Well, that's everything. As surely as the sun rises in the morning, the Brazilian Grand Prix packs out the grandstands and creates incredible drama. Title deciders, heartbreak, triumph, and home glory. All these and more can be found in abundance here at the Autódromo José Carlos Pache. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about the engineer. What a season they've had. A well-deserved championship victory, and the pressure now surely off with the title already in the bag. I agree it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have the engineer, Raikkonen, Sebastian Vettel, and Perez, Sainz, Alonso, Ericsson, and Charles Leclerc. They've taken a grid penalty. Van Dorn, Verstappen, Esteban Ocon, and Sorotkin, Stroll, Grosjean, Pierre Gasly, and Brendan Hartley. Ricardo and Nico Hülkenberg completes the grid. And now it's time to head down to the track. Nou, inmiddels is aangekomen bij de race. Zien we dat we gewoon relaxed kunnen rijden volgens het team. Wil ik niet doen, ik wil er nog het uiterste uithalen wat erin zit. En dat moet dan gaan gebeuren hier. En de lampen waren dus uitgegaan en we zijn begonnen. En daar zit direct Bottas naast Hamilton. Vettel en Raikkonen zitten ook naast elkaar. Ik weet ze te pakken. P3. Gehouden. En dan op naar Hamilton en Bottas die daar met elkaar in de slipstream zitten. En ook in het gevecht weer gaan. Valtteri Bottas. Ik bedoel Lewis Hamilton op Valtteri Bottas. Ze raken elkaar. Hier in lap 3 nog steeds dicht bij elkaar. Wesseling die hem ernaast wil zetten. Bottas geeft de ruimte, niet echt bepaald. Weet dat Bottas daarin stuurt. Maar hier kan Bottas niks anders doen dan wegsturen. Want dit is gewoon goed gedaan door Wesseling. Waar weet dat Bottas geen kant op kan. En dan gewoon inhalen. Gewoon de bal hebben om de ballentoon om te laten staan. En dan ook bij Lewis Hamilton heeft haast dan zo'n goede auto. Oh, het gat wat er niet was. Max Verstappen in China, maar het weet de auto te houden. En dan kan hij Hamilton voorbij. Hamilton geeft de ruimte niet. Hamilton duwt hem buit. Is hij voorbij? Nog niet, nog niet, nog niet. Ja, hij is hem voorbij. En dat betekent dat Wesseling op P1 staat. En Hamilton ook direct weg heeft gereden. En dan gaat de pit. En dit is een cruciaal moment in de race. Want dit gaat de race ook bepalen. Kan ik deze pit zo goed doen? Want ik stond maar een 1,8 seconden voor Hamilton. Dat kan zo weggaan, omdat ik op de lane moet gaan rijden, zoals jullie zien.
Dat hoop ik dus dat het goed gaat komen. We gaan naar de soft, niet mijn beste compound. Go, go, go. En dan komen wij op... Dat was onze laatste stop. No more scheduled pit stops. 2:15. Of komt Hartley daar ook direct aangereden? Komt Hartley daar ook direct aangereden? Ja, was wel zo. Inmiddels weer aangekomen dus bij dat Hamilton de pitstop heeft gemaakt. Zien we dat wij achter Hamilton zijn terechtkomen. Wel weer in een gevecht zitten met Raikkonen. En ja, zoals ik al zei, zou dit de race gaan bepalen. Want Hamilton zouden wij ook niet meer tegenkomen in die race. Aangezien ik echt niet de grip krijg in de softs. Daardoor ook Raikkonen dichterbij kan komen. Ik wist al in mezelf van dit ga ik niet lang volhouden. Ik kan hem wel elke keer gaan uitrennen, maar uiteindelijk is hij een keer gewoon voorbij. Het lukt me hier gewoon nog in lap 17. Gaat goed, maar ja, niet bepaald goed vind ik, want hier kan Raikkonen hem er ook alweer naast zetten, dat doet hij niet. En dan inmiddels is aangekomen bij de laatste ronde, wil Raikkonen, ja, Raikkonen die komt er nu gewoon niet aan de pas, 700ste, hij komt wel dichterbij, maar het is niet genoeg. Nou komt de Raikkonen daar nog dichterbij, knalt vol in op mij, want dat merk ik aan het sturen. Maar wij, ja, wij willen, we winnen niet, we worden weer een podium. Maar we vorige race natuurlijk niet waren mensen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Graag was zeker dit duimpje op te kijken. En te abonneren voor meer terug. En dan check ik jullie later. Later boys. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Actually, what do you think made the difference here? I'd say it's just raw pace, making it simple. I mean, we can sit here and talk about strategy all day, you know, overtaking, looking after the tyres. But at the end of it all, you've got to win in the package that's got the speed over everyone else. And that's exactly what they have today. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware to take back to their base in Brackley after another excellent Grand Prix. The engineer increases their championship lead. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the day? I think I'm going to give it to Daniel Ricciardo. He's come through the field so well today, you know. Well deserved. And now let's take a look at the constructors' standings. Mercedes have extended their lead at the top of the standings. There'll be plenty more twists and turns to come this season. I hope you can join us at the next race to see just who will come out on top. Easy. You must be happy with the result today. Do you think your rival learned from his battle with you? Great! Well, that's everything.